Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst dankjewel voor het luisteren en voor het supporten op Spotify, Anchor FM. En ik ben ook hier op YouTube te vinden via het kanaal Wie is de Narcist. Vandaag gaan we het hebben over wanneer verlaat een narcist jou. In de vorige uitzending had ik het al over wanneer jij de narcist verlaat en de relatie verbreekt. Dat de narcist, als zij geen nieuwe voeding hebben, kunnen proberen om jou weer terug te zuigen via een hoovering. Dat wordt een hoovering genoemd. En dat gebeurt meestal als er geen nieuwe voeding is voor hun, of geen nieuwe supply die klaarstaat. Want een narcist kan in zo'n geval niet hebben dat ze geen controle meer over je hebben. Dus de controle verliezen ze, de macht verliezen ze over je. Ze hebben natuurlijk de voeding nodig om aandacht te krijgen en dat je weggaat. Klopt natuurlijk niet met hun zelfbeeld, omdat zij natuurlijk als goden aanbeden moeten worden. En het kan natuurlijk ook zijn dat ze eenzaam zijn, ze voelen zich alleen. En dat dan kan zo'n narcist jou nog terugzuigen, of in ieder geval proberen terug te zuigen. Maar vandaag gaan we het dus hebben over wanneer de narcist jou verlaat. Stel dat de narcist jou verlaat, dan is dat in veel gevallen omdat zij een nieuwe voeding hebben. Dus een nieuwe supply, een nieuwe vriend of een nieuwe vriendin. En vaak weet jij niet eens dat die nieuwe supply al klaar staat. Ja? Want narcisten gaan heel veel vreemd. Of ze zijn altijd op social media te vinden. Ze hebben heel veel dating sites. Zijn ze allemaal te vinden. Dingen die niet in een relatie horen, dat gebeurt. De narcist doet dat. Dat mag jij natuurlijk niet doen, want dat tolereert zo'n narcist niet. Maar een narcist heeft natuurlijk een perfect zelfbeeld van zichzelf. Dus een narcist zit ook nooit fout. En hoeft ook geen verantwoording af te leggen. Omdat zij denken dat ze gewoon goed bezig zijn. En dat is hoe een narcist denkt. Dus die nieuwe voeding die ze hebben, ja, dat is om hun eigen zelfbeeld weer op te krikken. Ja, omdat het zelfbeeld wat ze met jou hebben, op een gegeven moment, je wordt natuurlijk ook zat. Je ziet natuurlijk iedere keer, heel vaak heb je ruzie. Er is geen harmonie in jouw relatie met een narcist. Er is altijd gedonder, altijd chaos. Er is altijd hetzelfde patroon. En zo'n narcist die wil natuurlijk haar of zijn zelfbeeld opkrikken. Dat moet natuurlijk helemaal. Die voeding moet natuurlijk wel optimaal zijn voor zo'n narcist. En dat gebeurt dat natuurlijk altijd meestal als ze een nieuwe voeding hebben. En dat gebeurt altijd in de beginfase. Als zo'n narcist bij jou weggaat, wees dan blij. Wees dan echt blij en ren voor je leven. Geen contact. Kijk niet meer terug. Ga helen. Echt, als je geen kinderen met zo'n narcist hebt, je bent niet getrouwd. Ja, en je hebt alleen maar, misschien woon je samen. Nou, dan is dat ook nog niet zo erg. Want als jij dit meemaakt of als je dit nu doormaakt, dan boeit het jou ook niet wat er in het huis staat. Als je maar weg kan. En als je maar bij zo'n narcist weg kan komen. En als je kinderen hebt, dan gaat het natuurlijk iets moeilijker. Gaat het veel moeilijker. Als je getrouwd bent, is het ook al moeilijk. Maar getrouwd en kinderen is het helemaal moeilijk. Want zo'n narcist zal die kinderen ook gebruiken als wapen. Het zijn gewoon objecten voor een narcist. Want een narcist kan eigenlijk, dus als ze een nieuwe supply hebben, kunnen ze de oude zomaar verbreken, alsof het gewoon nooit heeft bestaan. Hè? En ze kunnen het op bepaalde manieren ook gewoon relationeren. Hè? Dus dan kunnen ze zeggen van, oh, je bent toch niet de ware. Of de narcist zegt van, nou, hij is toch niet wie ik dacht dat hij was. Of zij, of dat ik dacht wie zij was. Ja, want het is natuurlijk handig om de schuld af te schuiven op iemand anders. Dan hoeven ze natuurlijk geen verantwoording te nemen. Of ze zeggen van, nou, het is jouw schuld dat het niet werkte. Het is niet hun schuld. Hè? Omdat jij je niet goed kon binden. Dus ze hebben heel veel excuses. En iedereen heeft wel gebreken, maar de narcist tolereert deze gebreken ook niet. Dus jouw gebreken tolereert de narcist ook niet. Dan gaan ze die gebreken gaan ze dan gebruiken, hè? Om het te rechtvaardigen dat ze bij je weggaan. Dan zeggen ze van, goh, ja, eigenlijk was ik toch niet verliefd op jou. Dus dat zeggen ze ook heel vaak.
Dus het is gewoon het idee dat ze zeggen. Dus ze zeggen ook al vaak de narcist is verliefd op het idee van een perfect stel. Waar iedereen jaloers op was. Dus het gaat bij een narcist altijd om het plaatje van buiten. Hè, van de perfectie, om bewondering. En als het tegenvalt is de narcist al heel snel weg. Maar een super favoriet argument van een narcist is... De meest favoriete argument die een narcist gebruikt is dat de liefde was gedoemd tot mislukking. Ja, dan zeggen ze vaak van, nou, jullie relatie werkte sowieso niet, hè, want tragisch genoeg was het gedoemd vanaf het begin. Dat is een van de meest favoriete argumenten die een narcist gebruikt. En waarom doen ze dat? Want een narcist krijgt hierdoor alsnog een emotionele kick. Hè, dat is, hè, en hoeft dan niet in de spiegel te kijken. Dat is de, hè, en onthoud maar even... Denk maar even terug ook in bed tijdens seks. Denkt de narcist ook alleen aan zichzelf. Dus dat is ook weer een onderwerp voor een volgende episode. En als ze dan een nieuwe supply hebben, dus een nieuwe voeding, een nieuwe vriend of een nieuwe vriendin, dan gaan ze natuurlijk weer die lovebombing fase in. En die lovebombing fase, dat is dan heel vaak weer in een zeer korte periode, in een zeer korte tijd, alle energie investeren in zo'n lovebombing fase, lief doen, uit eten gaan, cadeautjes geven, bloemetjes, noem maar op. Het kan allemaal niet op. Alles wat jij wilt, dat zal de narcist doen of geven. En dan weer, zelfde patroon, de interesses van de nieuwe supply worden de interesses van zo'n narcist. En dan, wat wel eens gebeurt, is dat je dan zeg maar ook ziet, hè, stel dat jij die narcist niet hebt geblokkeerd op Facebook of wat dan ook, nou dan lijkt het alsof hun leven zo makkelijk... alle roze kleuren, maneschijn en zo. Dan denk je van, jemig, hoe kunnen ze nou zo snel... En dan denk je, hoe kunnen ze zo harteloos zijn? Want dan zie je een foto van, of ik ben weer in een nieuwe relatie. Of we gaan trouwen. Of ze gaan een status plaatsen op plekken die ze beloofd hebben om naartoe te gaan met jou. En dat doen ze dan met de nieuwe supply. Want een narcist evolueert ook, hè? Die verandert. Een narcist wordt steeds slimmer, steeds intelligenter in het spel. In het spel. Dus ze worden niet wijzer, maar ze worden wel slimmer en ze worden intelligenter in het bespelen. Want het zijn meesters in acteren. Dan denk je ook van, goh, jemig, hoe kan... En dan voel je ook weer die pijn. Want dan zie je zo'n foto en denk van, ja, maar je moet... Zie je zo'n foto dat ze op een plek zitten waar jij naartoe zou willen gaan met de narcist. Een narcist heeft beloofd om wat naar Parijs toe te gaan. En je bent er nooit geweest met zo'n narcist. Maar die gaat er wel naartoe met de nieuwe supply. En denk je, hoe kan dat nou? Het doet zo'n pijn om dat te zien. Maar herinner je eraan dat het nep is. Ja? Jij hebt ook in diezelfde fase gezeten als de nieuwe supply. De nieuwe vriend of de nieuwe vriendin. Ja? Jij hebt ook in diezelfde schoenen gestaan. Zoals de nieuwe supply er nu in staat. Maar misschien zelfs een tikkeltje erger. Maar in ieder geval... Je moet gewoon jezelf eraan herinneren dat het allemaal nep is. Het is allemaal toneelstuk. En als ik zei van, goh, als die nieuwe supply niet een optimale voeding voor hun is, want ze hebben een voeding moet voor een narcist optimaal zijn, hè, dat moet op hun zelfbeeld moet echt super opgekrikt worden. En dat gebeurt alleen maar als ze een hele goede voeding hebben. Het is net alsof je een favoriet drankje hebt of een favoriet gerecht hebt, hè. En er staat ook in een top 3, dus ze hebben ook een top 3 nummer van supply, oud of oude supply. Maar goed, dan denk je, wat betekent liefde dan eigenlijk voor een narcist? Nou, wat betekent liefde voor een narcist? Een narcist voelt alleen maar liefde voor zichzelf, dus liefde betekent niets voor een narcist. Hè? Ja, het doet misschien pijn dat ik dat nu zeg, maar het is echt belangrijk om dit te begrijpen. Want een narcist houdt niet van jou, een narcist houdt alleen maar van zichzelf. Want het is de enige manier voor jezelf misschien om te begrijpen dat het niet gezond is, zo'n relatie. Een relatie waar alleen maar eenzijdige liefde is, ja, jij geeft de liefde en de narcist neemt de liefde. Een narcist neemt, maar een narcist geeft niet. In de relatie is het nemen en geven. Maar dat gebeurt bij een narcist niet, want het draait alleen maar om de narcist. Want in een relatie, als jij in een relatie zit met een narcist, dan kom jij op de tweede plaats. Misschien wel op de laatste plaats, want zijn of haar behoeftes, die krijgen ook vaak voorrang. Hè? Bijvoorbeeld hun hobby's of hun interesses, die krijgen ook voorrang. Die gaan allemaal alles wat, hè,
waar de narcist van houdt, van shoppen, geld uitgeven, onverantwoordelijk omgaan met geld. Weet je, dat komt ook. Dat gaat ook allemaal op, dat komt op de tweede plaats. En eigenlijk kom jij dan op de laatste plaats. Want houden van een narcist, dat kan je eigenlijk ook zo zien. Want als een narcist zegt, als ik zeg dat ik verliefd op je ben, hou ik ervan om niet alleen te zijn. Ik hou van een fulltime eigen publiek. Zo moet je het zien bij een narcist. Of ik hou ervan om je antwoord te zijn. Ik hou ervan om je pijn te zijn. Ik hou ervan om je bloed op te zuigen. Ik hou ervan om je drugs te zijn. Ik hou ervan om je dolk, je zelfmoordbriefje te zijn. Dat zijn de dingen waar een narcist van houdt. En dat is wat liefde voor een narcist betekent. Een narcist houdt niet van jou. Een narcist houdt echt niet van jou. Een narcist houdt alleen van zichzelf. En van de supply die jij geeft, de voeding die jij geeft aan een narcist, is waar de narcist van houdt. Of het negatief is, positief is, het is aandacht. Elke vorm van aandacht is waar een narcist van houdt. Een narcist is, dat is waar een narcist op leeft. En daarvoor zullen ze nooit echt gelukkig worden, want ze hebben geen emoties, ze zijn niet empathisch. En wij gaan door het leven heen. We worden ouder en we worden wijzer en we gaan op een gegeven moment settelen. Hè? Je gaat naar school, je gaat naar de universiteit of misschien ook niet. Of je gaat werken of wat dan ook. Je hebt ambities, je hebt goals en een narcist heeft die allemaal niet. Constant wordt ditzelfde patroon herhaald bij een narcist. Alleen ze evolueren en ze worden alleen maar beter in het bespelen van mensen, het manipuleren van mensen, het bedriegen van mensen, het liegen. Chaos veroorzaken, schulden veroorzaken, je hele leven wordt gewoon compleet verwoest. Echt gewoon letterlijk verwoest. Bij de ene duurt het wat langer dan de ander. Bij de ene komt er eerder achter dan de ander. Maar bij sommige mensen duurt het, ik heb mensen gezien waarbij het 20, 30 jaar heeft geduurd voordat zij van zo'n narcist konden, voor ze zo'n narcist konden verlaten of scheiden of wat dan ook. Dus een narcist is echt iemand die jouw tijd verspilt. Een narcist verspilt gewoon jouw tijd. Ze zijn geen verrijking voor je leven. Dus, hier wilde ik het dan vandaag over hebben wanneer een narcist jou verlaat. En met een nieuwe supply gaat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat die nieuwe supply niet voldoet. En dat ze dan weer proberen bij je terug te komen. En dat gebeurt heel, ik haal het nog een keer, ik heb het net ook al gezegd, maar dan moet je echt voor uitkijken, want het is gewoon gevaarlijk. Want op een gegeven moment nadat jij zeg maar contact hebt verbroken met zo'n narcist, en de narcist is nu lekker bezig met een nieuwe supply en een nieuwe voeding, en jij bent bezig met het hele, je bent bezig met weer de draad op te pakken, weer proberen, een gezond concept van jouw leven, van een beeld van wat jij hebt, wat een gezond leven is. Je probeert in harmonie te leven, je probeert stabiliteit te creëren, en je probeert gewoon weer je ambities op te pakken en je goals weer op te pakken. En als zo'n narcist dan weer terugkomt, ja, want ze recyclen het echt heel vaak hun supply. En ze gaan altijd kijken, ben jij nog diegene die jij was toen ik jou verliet? Hè? En ook al misschien ben je totaal veranderd en ben je meer assertiever geworden, heb je duidelijkere grenzen en prik je sneller door zulke persoonlijkheden. Maar dan nog heeft het nog steeds een emotionele impact, want dan word je er weer aan herinnerd en dan komt alles weer naar boven en je bent zo lekker aan het helen. En dan moet je moet gewoon zorgen dat je totaal, dat je met rust gelaten wordt en dat je ook die narcist niet opzoekt, dat je gewoon... No contact is no contact. Geen contact is geen contact. Verbreek daarom ook alle manieren van contact die een narcist zou kunnen gebruiken om je te kunnen bereiken. Social media, Facebook, Instagram, e-mails, familie, vrienden, wat dan ook. Zorg ervoor dat de narcist jou niet kan bereiken. Dus daar wilde ik het vandaag over hebben. Dit is dan de uitzending hierover. Ik weet dat ik nu 4 uitzendingen heb gemaakt en dat ik ben nog steeds aan het leren. Dus vergeef me als ik, soms praat ik een beetje te snel en ik probeer dat nu rustiger te doen. Maar goh, als jullie suggesties hebben, als jullie
vragen hebben over bepaalde onderwerpen. Van, goh, hoe ga ik om met een narcist als baas? Of hoe ga ik om met een narcist als moeder, vader of vriend of een vriendin? Want een narcist hoeft niet per se een partner van je te zijn. Het kan natuurlijk ook een collega van je zijn. Het kan een vriend of een vriendin zijn. En narcisten komen in heel veel soorten gradaties. Dat zeg ik altijd en dat is echt zo. Want je zult, als jij een heel lang in het leven van een narcist bent geweest, dan zul je ook zien dat die narcist is gegroeid. Maar op een hele andere manier groeit dan de gezonde persoon. Een narcist die je hebt lang in je leven is, stel dat je een narcist kent, ik noem maar wat, vanaf zijn of haar 18 of zo. En een narcist is nog steeds in je leven en diegene is misschien nu 30 of zo. Dan heb je ook wel gezien dat zo'n narcist verandert. En dat ze dan beter worden in hun spel en in hun toneelstukjes. Dus. Maar goed, als jullie willen dat ik een bepaald onderwerp behandel, laat een reactie achter in de commentbox en dan ga ik ze proberen te beantwoorden. Vergeet niet om mijn YouTube-kanaal op mijn YouTube-kanaal te abonneren. En ik ben ook te vinden via Spotify en Anchor FM. Wie is de narcist? En in de volgende uitzending ga ik wat dieper in over het onderwerp geen contact, no contact. En daar gaan we wat dieper binnen. Ik heb er vandaag ook al een beetje over gesproken, maar we gaan het dan hebben over verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je tips ook eigenlijk om geen contact te hebben met de narcist. Nou, dankjewel voor het luisteren nogmaals en tot de volgende keer.